Het bedrijf DataSuur heeft vandaag een workshop georganiseerd om haar klantenbestand bewuster te maken van ISO-certificering. Commercial Affairs Manager Whitney de Rijp zegt dat het de bedoeling is om de bedrijven vooral bewuster te maken over de noodzaak van cybersecurity. Als het gaat om ISO-certificering en security, laat me het goed zeggen, cybersecurity, wat ze allemaal in place kunnen hebben in case something happens. We kijken naar RACE als datacenter zijn ISO 27001 gecertificeerd, wat staat voor information security. En we zijn ISO 22301 gecertificeerd, wat staat voor business continuity. Het is prachtig dat wij dat hebben, maar we willen dat niveau van IT security, dat denkniveau en de controles die de Surinaamse bedrijven hebben, een beetje opkrikken. We zien dat er te vaak dingen gebeuren die niet hoefden te gebeuren op het gebied. En dan zijn het hele simpele dingen, data breach, iemand die een wachtwoord per ongeluk geeft of vergeet, of naar een verkeerd e-mailadres mailt en verkeerde bedrijfsinformatie meegeeft. Dus dat was de trigger voor ons om te zeggen van hey, laten we met onze klanten een sessie hebben om daar met ze dus over te praten, wat natuurlijk een spin-off moet hebben voor de rest van Suriname. De Rijp zegt verder dat het doel is om het klantenbestand van DataSuur verder te vergroten. ICT-auditor Art Bitter zegt dat Suriname niet achterblijft op het gebied van technologie en dataopslag. Suriname, dat is een actueel onderwerp in de wereld, maar ook in Suriname. En we hebben allerlei ervaringen, met name vanuit Nederland, die we prima kunnen gebruiken om eigenlijk Suriname een stapje verder te krijgen in dit onderwerp. Ja, ik denk dat jullie echt grote stappen voorwaarts maken. Ik heb net al wat vragen uit de zaal gehoord. En ja, je merkt dat jullie echt grote stappen maken als je kijkt naar ICT. Jullie zijn echt toe aan de volgende stap. Denk ik aan het gebruik van ICT, aan het groeien naar het gebruik van datacenters, van grotere volumes, van de cloud zoals ze dat noemen. Ja, en dat bij zo'n stap hoort dat je echt goed en gestructureerd nadenkt over het beveiligen van je data en het zorgen dat je bedrijfscontinuïteit implementeert. Bitter zegt dat het binnen de ICT-sector continu werken is aan innovatie. Suriname moet zoals de rest van de wereld blijven meegaan met de veiligheidsstandaarden. Vooral omdat Suriname te maken heeft met dezelfde uitdagingen voor wat betreft hackers en andere uitdagingen op het gebied van digitale veiligheidsaspecten.